ben sinds 1997 werkzaam bij Verrooijen Belk BV uit IJsselstein. Wij zijn gespecialiseerd in metsel- en steigerwerken. Ik ben Maurits Bloemendaal, ik ben 19 jaar, ik kom uit Nijmegen en ik doe de opleiding monteur-steigerbouw. Wij zijn hier de steigers vooruit aan het bouwen voor de veiligheid van de mensen die uit de vloer de elektra en de installatie gebeuren aanleggen. Dan gaan we vanaf de tussenslag gaan we de hulpslag erin werken en dan springen we terug naar beneden en dan gaan we de voorhangleuningen doorhangen. Als we op een bouw beginnen, dan staat het materiaal of klaar of de vrachtwagen is er net. Eén iemand gaat met de uitvoerder overleggen over de maatvoering. Hoe komt het stijgen? Hoe hoog komt de eerste slag? De ene gaat beginnen met de vrachtwagen lossen. Je zet alles netjes op zijn plek, zodat je zo min mogelijk hoeft te lopen eigenlijk. Na de hand is de eerste monteur ook wel weer op de bouwplaats. En die gaat beginnen met de grondslag in elkaar tikken en de staandertjes neerzetten en zo. Hoi, bij de band. En dan van onder naar boven. Dan verankeren je hem vanaf de anker zeg maar door. Er zit gewoon een stukje begeleiding in het bouwen. En vanaf verloop van tijd dan wordt hij zelfstandig. Ja, wij gaan nu dus de slag opboven en het gaat hartstikke goed. De opstart van een bouw, dus het uitzetten en de eerste slag monteren, vind ik het leukst om te doen. Dan vind ik het uitdagend om te doen. Nou Maurits, de steiger is gereed. Dus aan jou de eer om de groene kaart erin te doen. Zo, nou is het toegankelijk. Ik probeer het zo goed mogelijk op hem over te brengen en proberen alles samen te doen. Ik probeer het uit te leggen van nou ja, wat is er nodig en wat gaan we doen. Hij tikt het snel op en de interesse heeft hij wel voor het vak. Ik vind het fijn als je inderdaad zelf mag bouwen en ook zelf een beetje aan de gang mag zijn. En dat doet hij heel goed.